zeker. De nieuwe kleren van de keizer heeft wel degelijk een plot. Namelijk dat ijdelheid niet loont. Maar dat is niet waar het vandaag over gaat in het Sprookjesbos. De keizer die krijgt nieuwe kleren en die kleren die zijn uiteindelijk bestaan niet. Dus komt de keizer als het goed is bloot voorbij, schijnt. Nou ja, die keizer, daar wordt een heel mooi kleed voor gemaakt, nieuwe kleren. En er wordt hem verteld dat het prachtig is, maar het is eigenlijk helemaal nep. Dus hij loopt straks inderdaad in zijn blootje loopt hij voorbij. En dan is er een kind dat zegt van, iedereen begint te applaudisseren, maar een kind zegt op een gegeven moment, de keizer heeft helemaal niets aan. Zelfs onze zuidenburen komen vandaag de nieuwe attractie in de Efteling bewonderen. Toen de keizer met zijn blotje naar buiten kwam, dat was wel grappig. En jij, wat vond jij het leukste? Datzelfde zeker? Ik vond dat wel chic toen ze daar zo die schaduw in de ramen zo daar zagen. Ook wel cool. En jij? Samen als Lien ook met de keizer zonder kleren. De Efteling is een kinderpretpark. Past naaktheid daar wel in? We hebben er het volgende op gevonden. Op het cruciale moment gaat er een fonteintje omhoog. Dus er zijn al allemaal mensen die zeggen, kunnen we over het fonteintje heen kijken. Maar dan zit hij achter een hekje, dus een heggetje. Dus het valt allemaal wel mee. De nieuwe kleren van de keizer kost 1,6 miljoen. Wat uiteindelijk doorberekend wordt in de entreeprijs. Maar daar maakt niemand zich vooralsnog druk om. Vindt u ervan dat er steeds nieuwe attracties zijn? Leuk. Leuk. Dat houdt het ook gevarieerd. En verandering van spijs doet eten, zeggen ze wel eens. Dus dat geldt ook voor dit soort dingen.